Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Suriname staat stil bij Wereldwaterdag 2022. Regeringsdelegatie oriënteert zich in door wateroverlast getroffen Criolla. Suriname in de startblokken als gastheer High Level Security Conference. Uitbanning massavernietigingswapens ook van nationaal belang. CARICOM-voorzitterschap biedt unieke mogelijkheid voor bekendheid Suriname. En Directoraat Cultuur en Taalunie introduceren IBIS Literatuurprijs. Het is vandaag dinsdag 22 maart, Wereldwaterdag. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van voornamelijk goed en betrouwbaar drinkwater. De regering van Suriname staat ook volledig hierachter. In dit kader is president Chandrika Persat Santokhi eerder op de dag aanwezig geweest bij presentaties die in verband met Wereldwaterdag werden georganiseerd door de Meteorologische Dienst en de Waterloopkundige Dienst. Is hoe wij als mensen omgaan met die natuur. Hoe wij als mensen omgaan met ons milieu. En daar moet er meer bewustwording komen. En daar is een heel gebrekkige bewustwording nog. Er wordt nog te veel vuil op een onverantwoorde wijze weggegooid wat terechtkomt in het milieu. Er is nog te veel kwikgebruik. Er is te veel ook aan schadelijke stoffen die vrijkomen door ons eigen handelen als mens, hoe wij omgaan met ons milieu. Het is vandaag de dag waar vroeger het binnenland, waar iedereen naartoe ging en lekker kon zwemmen en de lokale gemeenschap kon genieten van het water, van de kreken, van de rivieren. Dat het niet meer mogelijk is. Het is vervuild door kwikgebruik. En de regering heeft een opdracht gegeven voor die ordening van die goudsector. De minister Natuurlijke Hulpbronnen die is bezig. En dat zal beleidsprioriteit hebben. Het Minamata-verdrag is er daar. Als jij die maatregel treft, dan zal je zelf merken dat je geïsoleerd zal worden door de wereld. Al heb je geweldige goud hier. Wat je nergens met je goud terecht hebt, omdat je nog steeds kwik gebruikt. Vandaag is Wereldwaterdag en morgen Wereldmeteorologische Dag. De belangrijkste boodschap is dat, ook al hebben we veel water, dan nog moeten we zuinig mee omgaan. Ook al hebben we geen water, dan nog moeten we gaan nadenken over waterproblematiek. Daar gaat het eigenlijk om. Inderdaad, we hebben nu overstromingen, maar dat betekent niet dat we zoiets niet moeten organiseren. Want een overstroming is een tijdelijk event. Die overstroming is over een paar dagen weg. En dan zitten we weer met een probleem van die dorp. Of dat district heeft weer geen drinkwater. Dus water blijft een belangrijk onderwerp. Niet alleen voor ons in Suriname, ook voor de wereld. Want als wij een bijdrage kunnen leveren aan watertekort in de regio, dan zouden we dat moeten kunnen doen. Dus waar het om gaat, is dat wij als overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen moeten blijven doorgaan met onderzoek, de beste data kunnen geven aan de regering om beleid te kunnen maken. Want je kan die onverwachte zaken kan je dus krijgen. Het kan zijn dat we een ander jaar komen met een enorme droogte. Toch? Dus Wereldwaterdag is goed en ik heb ook aangekondigd, laten wij de overstap maken, want we lopen al jaren achter, naar de wat men noemt de flood management dagen. Dat zijn speciale dagen waar wij als land gaan nadenken over flood management en drought management. Dus overstroming en droogtes. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Dat is de volgende stap die wij als Suriname moeten gaan maken. Diverse gebieden van Saramaka, waaronder een groot deel van Criolla, hebben al enkele dagen te kampen met wateroverlast. De districtscommissaris van Saramaka, Shirin Bansi Durga, en een regeringsdelegatie bestaande uit de ministers Krishna Mathura en Amar Ramadin hebben zich op maandag 21 maart ter plekke georiënteerd. Er wordt gewerkt aan een noodoplossing voor het probleem. Intussen worden de getroffen huishoudens bijgestaan
om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Wij zijn geen technische ministers op het gebied van waterwerken, maar we hebben de aandacht gegeven, we hebben de zaken geïdentificeerd. Er is een behoorlijk gebied hier te Criola onder water gelopen door een combinatie van een te hoge waterstand vanuit de aanvoer van Saramaca rivier, maar ook door slecht onderhoud van dammen jarenlang. Dat geven de bewoners ook zelf aan. De beelden zijn duidelijk. Bijna vrijwel alle huizen in het gebied zijn onder water. Mensen zijn uit zichzelf ook al vertrokken. Er zijn een paar mensen die overgebleven zijn, die beheer hebben van de woning een beetje. Maar dat is geen gezonde situatie. Dieren, ongedierte, die komen allemaal boven water. Kinderen zijn hier die ook nog in water terecht zijn gekomen. Nogmaals, wij hebben als twee ministers samen met de DC en de directeur van LVV een paar voorstellen gedaan die we zo snel als mogelijk moeten gaan implementeren. De minister van OW hebben we gevraagd ook om gelijk een technisch team te sturen. Maar we kijken ook naar noodfaciliteiten voor de mensen die geen onderkomen hebben, veilig onderkomen hebben. Ook de gezondheid moeten we goed in de gaten houden, met name bij kinderen en ouderen. Bedlegerige mensen, een paar, zijn ook al verhuisd. Dus daarom gaan wij nu gelijk met de minister van Defensie proberen een noodfaciliteit te laten opzetten. In samenspraak met de DC. En aan de andere kant zijn er wat hulppakketten aangeleverd aan de mensen. En we proberen dan een korte termijn oplossing nu te hebben, acute oplossing. Want er kunnen nog meer potentiële gebieden onder water lopen en dat moeten we zien te voorkomen. Dus dit is een korte update die ik kan geven. En we hebben echt wel nu de inzet van de deskundigen nodig die hier naar gaan kijken. Maar er is gesproken ook met de mensen. En de mensen hebben in ieder geval op prijs gesteld dat er aandacht is vanuit de regering. En dat ze in ieder geval een tevreden gevoel dat we hun achterlaten. Maar totdat de zaken die ik net heb genoemd niet in place zijn, zijn wij nog niet tevreden. Dus er is overleg met de regering inmiddels. En we sturen nog meer teams om de zaken te komen stabiliseren. De rol van het ministerie van Defensie hierin zijn? Ondersteunend. We hebben al gezegd van kijk, wat we moeten doen is voorbereiden en zo snel mogelijk, zo goed mogelijk, zo veilig mogelijk die hulp bieden aan de mensen, informatie geven, mensen voorbereiden ook. Dus er moet een hele goede communicatie ook op gang komen. Dus wat ons betreft, wij moeten ons nog beter voorbereiden op die ondersteuning naar breed de hele samenleving. We zetten maximaal in, ook hier nu NCCR, merendeel militairen die ingezet worden om noodhulppakketten te brengen. Maar dat moet nog meer versterkt worden, want je ziet, dit is niet alleen een regionaal probleem of een districtsprobleem, dit is breed. Binnenland, boven Suriname, Marowijnen, nu Saramaca, dus het is een landelijk probleem aan het worden. Wat is de constatering nu? Sowieso gaan er nu naar oplossingsmogelijkheden bekeken worden om toch nog mensen die nog vastzitten te evacueren. Er zijn al afspraken gemaakt met het NCCR om kampen op te zetten waar we de mensen dan tijdelijk kunnen onderbrengen. Ook is er vanuit het NCCR al voedselpakketten gestuurd richting Criola. Dat zijn de mensen nu al aan het distribueren, dus daarmee zijn we nu bezig. Suriname is in de startblokken voor de High Level Security Conference. Ons land is in april aanstaande zelf gastheer van deze grootste bijeenkomst, waar deelnemende landen zich zullen buigen over de aanpak van transnationale misdaad. De High Level Security Conference staat voor donderdag 21 en vrijdag 22 april op het programma. De organisatie ligt in handen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en het Directoraat Nationale Veiligheid.
In dit kader hebben deze twee instanties op maandag 21 maart 2022 een overlegmoment gehad met president Chandrika Prasad Santokhi. Bij deze gelegenheid heeft het staatshoofd zich zo omstandig mogelijk laten informeren over de voorbereidingen naar deze conferentie. Naast onder meer Nederland en de Verenigde Staten van Amerika zullen ook diverse nationale en internationale organisaties aan deze bijeenkomst in april participeren. De High Level Security Conferentie is van cruciaal belang voor het formuleren van beleid om veiligheidsdreigingen proactief aan te pakken. Het hoofdthema is dan ook transnationale misdaad, een bedreiging voor de stabiliteit van duurzame ontwikkeling. Het uitbannen van massavernietigingswapens is een streven dat ook van belang is voor Suriname. Wat er in de wereld gebeurt, heeft namelijk ook gevolgen voor ons land. Door actief mee te gaan in het uitbannen van massavernietigingswapens, kan Suriname mede bijdragen aan een veiligere wereld. Massavernietigingswapens zijn nucleaire, biologische, dan wel chemische wapens die voor heel veel schade in de wereld kunnen zorgen. Hier is ook defensieminister Krishna Kumari Mathura zich van bewust. Het Bureau Internationale Betrekkingen van haar departement heeft recentelijk een workshop georganiseerd om te komen tot nationale wetgeving tegen gebruik van dit soort wapens. Deze workshop werd ondersteund door de VN-organisaties voor ontwapening, te weten UNLIREC en UNODA. Minister Mathura zegt dat de uitbanning van massavernietigingswapens een veiligere omgeving zal creëren voor zowel de huidige als de komende generatie. Aan de workshop hebben 20 functionarissen van verschillende overheidsinstellingen geparticipeerd. Vermeldenswaard is dat Suriname partij is bij zowel het nucleair en biologisch wapenverdrag als het chemisch wapenverdrag. President Chandrika Prasad Santokhi zal tijdens het voorzitterschap van de CARICOM de unieke mogelijkheid hebben om Suriname nog nadrukkelijker op de wereldkaart te plaatsen. Dit stelt minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De bewindsman was op maandag 21 maart 2022 te gast in het bel- en vraagprogramma Bel Taknangadin Tirimang op Radio SRS. Hij ging ook in op de relatie met Frans-Guyana en Guyana. Het voorzitterschap van CARICOM, president Santokhi, zal de unieke mogelijkheid hebben om Suriname nog verder op die wereldkaart te plaatsen. Omdat we gaan niet alleen leiding geven aan die 15 landen en de ontwikkelingen in dit gebied, wat ook een mogelijkheid geeft om nieuwe initiatieven te nemen. De president is heel nadrukkelijk gefocust op, laten we al die barrières wegnemen die het moeilijk maken om export te genereren, die het moeilijk maken om handel te drijven in het Caribisch gebied. Dat is enorm belangrijk. En we zien dat Guyana en Barbados hetzelfde vinden. Maar daarnaast zal Suriname via de president ook het hele Caribisch gebied moeten vertegenwoordigen op het internationale vlak. Dus Suriname zal bekendheid krijgen door het voorzitterschap van CARICOM internationaal. Dus grote ontmoetingen zoals de G20, die in Bali zal worden gehouden dit jaar, daar zal Suriname het Caribisch gebied mogen vertegenwoordigen. Dat opent alleen maar nieuwe mogelijkheden. Dus ik zie in dat voorzitterschap een springplank om waarmee we al bezig zijn naar een hogere niveau te brengen, een extra dimensie te geven. Hoe ziet u de rol die de Guyana's zouden kunnen betekenen in de regio, Frans-Guyana, Suriname en Guyana? En als we denken aan eventueel de bruggen die er zouden komen of zouden moeten komen? Die bruggen zijn belangrijk omdat, kijk, een rivier is eigenlijk een natuurlijke barrière voor het zaken doen. Dus wat we
nodig hebben is vaste oeververbindingen. Nu weten we dat de plannen met Guyana vlot lopen. Frankrijk heeft inmiddels aangegeven, Frans-Guyana heeft inmiddels aangegeven dat ook over de Marowijnrivier er een brug zou moeten komen en ze zijn bereid daarover te praten. Maar wanneer we een vaste oeververbinding hebben, vanaf zeg maar Venezuela tot naar de andere kant, wat is Noordoost-Brazilië, dan ga je een heel gebied ontsluiten. Dat gaat toeristische mogelijkheden openen, veel handel. En het zal ervoor zorgen dat, waar ik eerder over sprak, de contacten tussen mensen, tussen de verschillende bevolkingen van deze verschillende regio's, toeneemt. En dat gaat alleen maar nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen. Dus een brug is eigenlijk een weg, opent de weg naar ontwikkeling tussen landen. En kijk, we hebben een kleine markt, 600.000 mensen, daarop ga je geen substantiële economie bouwen. We gaan iets moeten doen dat we onze exportpotentie gaan verbreden. Nieuwe exportmarkten. Dat kan door deze mogelijkheden wel ontstaan. Het Directoraat Cultuur en de Taalunie in Suriname hebben gezamenlijk de IBIS-prijs Suriname 2022 geïntroduceerd. Het gaat om een literatuurprijs die Surinaamse schrijvers verder moet stimuleren in hun schrijfkunst. Cultuurdirecteur Roseline Daan en Helen Chang van de Taalunie in Suriname zijn op maandag 21 maart 2022 nader ingegaan op dit initiatief. De IBIS-prijs is een prijs die we willen uitreiken aan mensen die verschillende taalprestaties hebben geleverd. En het gaat erom dat het Directoraat Cultuur in samenwerking met de Taalunie deze taalprestaties wil gaan stimuleren. Dan gaat het niet alleen om taalprestaties die te maken hebben met het schrijven van boeken, maar dit deel van de IBIS-prijs is toch wel een stuk uitgebreider, waarbij we kijken naar teksten die geschreven zijn door dichters, teksten die geschreven zijn door toneelgroepen, dus theater komt dan ook bij kijken. En al die mensen willen we in de prijzen zetten. Nou, laat me niet zeggen al die mensen in de prijzen zetten. Al die mensen kunnen genomineerd worden. En uiteindelijk komen er 3 prijswinnaars uit de bus. De IBIS-prijs, wat betekent dit voor het ministerie of het vakgebied, om dat zo te zeggen? Nou, heel mooie vraag. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, in deze directoraat Cultuur, zit met een heleboel onderwerpen, een heleboel zaken die in haar portfolio zitten. Wanneer mensen horen cultuur, wordt vaak genoeg gedacht aan een bepaalde richting. Maar wat wij ook hebben, is dat deel van literatuur. En het is zo dat we een heleboel schrijvers hebben. Ook in de muzieksector zijn er schrijvers. Voor ons is het geweldig omdat we mensen willen stimuleren om door te gaan met hun schrijftalent. En zoals ik al eerder zei, of het nou is in de muzieksector, in de muziekbranche, of het nou is theater, maar het schrijven van teksten op al die niveaus heeft invloed op mensen en vooral jongeren. De meerwaarde is vooral volgens mij het stimuleren van talent, van schrijftalent, van Surinaams talent. Ja, het waarderen van kunstuitingen. Ja, we moeten onze producten meer waarderen. En dat willen we doen middels de IBIS-prijs. Het is de eerste keer. Het is een soort pilot. Laten we kijken hoe het gaat, hoe het werkt. En we willen het eigenlijk om de 2 jaar houden. Welke prijzen zijn gekoppeld aan de literatuurprijs? De hoofdprijs is 1000 euro contant. En daarna is er nog een prijs van 350, een aanmoedigingsprijs. En het publiek mag ook stemmen. Daarvoor krijgt de persoon 100 euro. Dus er zijn 3 prijzen. En we willen de winnaar ook een blijvend aandenken geven. En we denken aan het kopen van een kunstwerk van een jonge kunstenaar, een aankomende kunstenaar, als blijvend aandenken voor de winnaar. En de verdere informatie ten aanzien van wanneer mensen hun stukken kunnen indienen, waar, hoe dat alles te werk gaat, waar moet men dan terecht voor die informatie? We hebben speciaal een PR-persoon, dat is Lucretia Lens.
Dus die zal zorgen voor bekendmaken van alle andere gegevens. Maar het is op de eerste plaats dat je je via een mailadres moet aanmelden. En dan krijg je een formulier. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.